We gaan warm roken. Daar gebruiken we voor deze smokerbox die we gaan vullen dadelijk met rookchips. We hebben een lekker stukje zalm voorbereid. Lekker grof zeezout erop, een beetje zwarte peper, citroentje. En daar ga ik nog even besprenkelen met whisky. Dat hebben we ook met het vorige week cederhouten plaatje gedaan. Dat geeft nog een extra touch, een extra rooksmaak. De barbecue staat perfect op tussen de 105 en de 110 graden. Daar hebben we de luchtschuiven mooi op afgesteld. We hebben in de barbecue hebben we de heatreflector geplaatst, zodat het cederhouten plankje niet het risico heeft om in brand te gaan. Even lekker nog besprenkelen met wat lekkere Jack Daniels. Deze leggen we alvast op het rooster met woodchips. Natuurlijk met whisky flavor. En die mag gewoon rechtstreeks op het vuur op de kolen. Goed in contact met de hitte. En dan zijn we klaar om de barbecue te sluiten. En dan ongeveer 20 minuten tot een half uurtje. Afhankelijk van de dikte van de zalm. En dan hebben we heerlijk warm gerookte zalm. En dan zijn we klaar om naar het resultaat te gaan kijken. En zoals je ziet, prachtig warm gerookte zalm. We hebben natuurlijk hartstikke lekker warm gerookte zalm, maar de gerookte zalm die de meeste mensen kennen is bereid volgens een hele andere techniek. Koud gerookt namelijk. Daar hebben we eigenlijk geen barbecue voor nodig. Kunnen we zelfs in een kartonnen doos als zou het moeten, maar wel een koude rookgenerator. Deze koude rookgenerator kunnen we aansteken door middel van een vaccinelichtje, maar ja, dat geeft altijd wat smaak af. Dus wij gaan hem aansteken met de brander. Ook de zalm moet een andere voorbereiding hebben. Die laat je minimaal 20 uur in de pekel voordat je hem afdept, mooi droog maakt en in je rook kan leggen. Ga voor meer inspiratie naar sligro.nl/barbecue technieken.